Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve inwoners. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Maar niet iedereen is even gezond. En als we niets doen, lopen de gezondheidsachterstanden verder op. Gelukkig is er al veel bekend over hoe je deze achterstanden effectief kunt verkleinen. De sleutel ligt in een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk. Bij de GGD Gelderland Zuid werken gezondheidsmakelaars en adviseurs Gezonde School. Zij helpen gemeenten, scholen, professionals en inwoners bij zo'n brede en duurzame aanpak. De gezondheidsmakelaars richten zich op het bevorderen van de gezondheid van kwetsbare groepen in de wijk. De adviseurs Gezonde School maken zich sterk voor gezonde kinderen en jongeren. Dat gebeurt via de scholen in de wijk. Alle gemeenten en scholen in Gelderland-Zuid hebben hun eigen makelaar en adviseur. Maar wat doen zij precies? Zij werken samen en zetten lokaal netwerken op die ze vervolgens onderhouden. Daarnaast investeren zij in een brede en duurzame aanpak die werkt. Deze aanpak richt zich op het verbeteren van participatie en beleid, van de sociale en fysieke omgeving, van gedrag en vaardigheden en van preventie en zorg. Daarnaast ontstaat er door de aanpak meer samenhang tussen alle activiteiten in de wijk en op school. Ook leidt de aanpak ertoe dat kwetsbare doelgroepen beter worden bereikt. Maar er zijn nog meer punten kenmerkend voor deze integrale aanpak. We sluiten met onze aanpak aan op de actuele situatie en nemen daarbij onze onderzoeksgegevens als basis. We stimuleren draagvlak en eigenaarschap bij de mensen die meedoen, zodat zij zich betrokken blijven voelen. En we zijn doorlopend bezig met het verbeteren van de aanpak en het delen van tussentijdse succesjes. Met behulp van de aanpak leggen we een stevige basis voor lokale gezondheidsbevordering. En zorgen we zo voor een duurzame afname van gezondheidsachterstanden op scholen, in wijken en in de gemeentes. GGD, partner in preventie en gezondheid.